mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Ja, dankjewel Jumelaars. En ik was situatie op de Nederlandse wegen met Anton Vrieshout. 145 kilometer afvielings en dit zijn ze van zus en langer of die met een bijzondere oorzaak. De Arie van Amsterdam naar Amersfoort, van Muiden 6 kilometer en verder is de knooppunt 1 Nes en Lundstedt is 7. Moet je wel zwart drinken, schat? Ja, 2 minuten naar de Bosch voor Beest 6 kilometer en verder is de knooppunt 1 Nes en Lundstedt ook 7. Ja, en En inmiddels kan ik jullie melden dat Nicky hierachter staat. Nicky bekend van Bring Me Down. En Jeroen van Enkel gaat zometeen beginnen met het tweede gedeelte van de uitzending hier live vanaf de Q Center. Het is super dat jullie hier nog even zijn. Probeer een beetje te bewegen dat je dat warm houdt. En geniet van het laatste deel van de Center Run. Yeah.
see. Be a freak like me, just needs infinity. Hallo, goedenavond. Nou, naam vraag ik niet, is Sinterklaas, hè? Zeg naam vraag ik niet, want is Sinterklaas, hè? Ja. Ja, oké. Je hebt de 5 kilometer gelopen, u bent de winnaar, hè? Ik ben de winnaar, dat klopt, ja. Te gek, hoe voelt dat nou? Ja, ik heb nog nooit een wedstrijd gewonnen, dus ik vond het wel heel erg leuk. En ja, ik was gewoon rustig weggegaan om ook een beetje te genieten en omheen te kijken. En toen op een gegeven moment, toen liep ik voorop en het was heel erg leuk. Oh ja, dus makkelijk. Wat was je tijd? De tijd is, ik denk, ongeveer 16 minuten 40, 16 minuten 45, zoiets. Zo, ook goedemorgen. Ja. Dat is wel erg snel. Ja, het was volgens mij iets korter dan 5 kilometer. Ik loop al vaker wedstrijden en dit is wel snel. Ja, de meeste lopen wedstrijden ook, hè? Die lopen in de vrije tijd ook. Ja, dat klopt, ja. Ik loop ook regelmatig wedstrijden en dus ik vond dit wel leuk om een keertje wat minder serieus te doen. Toch wel eens weer leuk. Ja. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Nijmegen. Ik zit daar bij de studentenatletiekvereniging. Ja, maar we zijn met de hele groep van de studentenatletiekvereniging, het Haasje. En dat was gewoon leuk. Lopen er nog meer van jullie groep mee? Of? Ja, er lopen er een stuk of 12 mee. Eén meisje ook in hazenpak. Was redelijk herkenbaar. Dus, Oh ja, oké. Okay. Ja, het is weer eens wat anders, hè? Ja, het is zeker wat anders. Ja, het was erg leuk om te doen. Ja, volgend jaar weer? Waarschijnlijk wel, ja hoor. Ja, ik kijk of ik weer kan winnen. Lijkt me leuk. Ja, kijk, ja, nee heb je, ja kan je krijgen. Hè? Dus dat, je weet, het zit er misschien in, hoor. Ja, ik kan altijd proberen. Dus, altijd proberen, toch? Ja. Zeker, ja. Wat ga je vanavond nog doen? Ik denk dat we zo meteen wat gaan eten. En dan gaan we weer terug naar Nijmegen. Om het te vieren waarschijnlijk. Oh ja, ga je vanavond nog terug naar Nijmegen, toch? Vanavond terug naar Nijmegen, ja. Ik denk van blijven ergens slapen of zo, maar... Nee, is het best te doen hoor, naar Nijmegen. Dat, ja. Zo, hoeveel uur zit je dan in de trein? Volgens mij een uur of twee valt wel mee. Ja. Uurtje? Nee, twee uur. Twee uur? Oh, ja, toch nog 2 uur, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, bedankt voor dit kleine interview. En veel plezier. Prettige feestdagen, een goed uiteinde. En voorzichtig met vuurwerk, hè? Zal ik doen. Bedankt. Oké, okay, dankjewel. Dag. Graag, ja.